Blu-ray-spelers die koop je tegenwoordig vaak al voor iets minder dan 100 euro. Dan kan je bijvoorbeeld kiezen voor Philips. Die maakt er elk jaar wel een paar. Dit jaar maken ze maar liefst 13 verschillende modellen, waaronder deze, de BDP5600. Dat is een Blu-ray-CD-speler, DVD-speler, die iets luxer is dan de rest. Namelijk speelt onder andere 3D Blu-rays af en kan bijvoorbeeld ook draadloos verbonden worden met je netwerk. Dan kan je bijvoorbeeld ook weer een smart menu openen, maar ik ga je nu al vertellen dat je dat niet vaak gaat doen. Het ontwerp van deze Blu-ray-speler is niet eens zo onaardig. Uiteraard is het allemaal van plastic en het weegt ook amper iets, nog geen 2 kilo. Maar de bovenzijde is bijvoorbeeld van zogenaamd geborsteld aluminium. En het heeft een zwevend uiterlijk, wat het ook heel erg slank maakt. Aan de voorzijde zie je dat diskladen en knoppen een beetje verzonken zijn in het apparaat zelf. Anderzijds zit er een display op met een beetje lelijke leds. Aan de achterzijde vind je de standaard aansluitingen, waaronder ook een extra USB-ingang, zowel aan de voor- en de achterzijde dus. En je bedient het apparaat met deze afstandsbediening. Die ziet er een beetje kinderlijk eenvoudig uit. Sterker nog, hij werkt ook kinderlijk eenvoudig. Dat geldt dus ook voor het thuismenu. Dat ziet er een beetje spartaans uit, maar is wel overzichtelijk. Deze Blu-ray-speler koop je natuurlijk allereerst om schijfjes af te spelen. Of dat nou Blu-ray-discs zijn of audio-cd's. Nou, dat doet het apparaat prima. Heeft ook lekkere, snelle laadtijden. En wat hij ook doet is zogenaamde automatische upscaling. Dat betekent dat hij DVD's wel in Full HD-resoluties laat zien. Wat weliswaar iets onscherper is dan een Blu-ray uiteraard. Dat doet hij automatisch en dat doet hij over het algemeen erg goed. Desgewenst kan je nog wel wat beeldinstellingen en geluidsinstellingen veranderen, maar die zijn eigenlijk vooral voor gevorderden. Dus het is simpelweg een apparaat om lekker van 3D te genieten. Uiteraard moet je er wel een 3D-tv thuis voor hebben staan. Een goede reden om een nieuwe Blu-ray-speler aan te schaffen is voor veel mensen dat ze daarmee hun oude tv ineens smart maken. Want ook deze Blu-ray-speler heeft een smart menu. Dat is een overzichtelijk iets net tv van Philips. Met zo'n 60 apps, variërend van bijvoorbeeld de NS tot YouTube en bijvoorbeeld Videoland. Maar het reageert allemaal verschrikkelijk traag. Dus in de praktijk is het bijna niet te doen. En ik ben bang dat een software-update daar niet aan zal helpen. Heel erg smart is natuurlijk ook dat je hem met een app kan aansturen via je smarttelefoon of je tablet of iPad. Maar dat is eigenlijk niet meer dan een veredelde afstandsbediening. You look me in the eye, boy. De BDP5600 van Philips is eigenlijk een prima Blu-ray-speler en prima mediaspeler. Beeld en geluid worden simpelweg snel en goed afgespeeld. Het ontwerp, daar moet je van houden. Het is allemaal van plastic, maar technisch gezien is het eigenlijk allemaal wel in orde. Dat geldt iets minder voor het smart gedeelte van het apparaat. Dat net tv van Philips leidt eigenlijk op dit apparaat vooral tot ergernissen. Dus qua techniek zeker een voldoende. Maar de score blijft eigenlijk een beetje steken op 3,5 ster.